leuk dat jullie er zijn. Nee. Ik doe zo lang YouTube, ik weet nog steeds niet hoe je een video moet openen. Wat leuk dat jullie weer kijken. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. En vandaag zit ik weer hier met mijn Blanco. Om iets leuks in jullie te vertellen. Ik zie er ook weer echt niet uit, jongen. Ik zie er ook echt niet uit. Ik ben echt tering lelijk. Oh, laat dat nou op een speciale video van vandaag. Ik heb hier een stofzuiger, maar dat is niet het enige wat ik vandaag heb te vertellen. Namelijk het belangrijkste van vandaag is dat jullie erachter komen hoe je knap kan zijn terwijl je eigenlijk tering lelijk bent. Zo, dat is eruit. Lekker bezig. Lekker, Kelvin. We lopen allemaal een beetje tegen een probleem aan. Dat is het feit dat je eigenlijk in de essentie altijd gewoon fucking lelijk bent. Fucking lelijk. Daar hebben we allemaal last van. We worden allemaal wakker en dan kijken we in de spiegel en dan denken we, jezus, wat hebben we eigenlijk lelijke hoofden. Zal je even een demonstratie geven? Dit is zeg maar even een zo'n zoele foto van mij, weet je wel, die ik dan op Instagram zet. Zo van, oh, kijk allemaal hoe fucking lekker ik ben. En tegelijkertijd zet ik een soort van grappige caption onder, zodat het lijkt alsof ik niet bloedserieus ben. Maar eigenlijk ben ik bloedserieus. Dit is dan de foto, weet je wel. Ik ben dit. Hallo, mijn naam is Kelvin. Ik heb een mooi hoofd op Instagram, maar daar ben ik lelijk. Ik ga ervoor zorgen, oké? Okay? Dat jij naar het kijken van deze video nooit meer op social media door het leven moet als lelijk eentje. Zijn jullie klaar voor de tips die je nodig hebt om door het leven te gaan als knap, lekker bekkie? Ik wel. Let's go. What's happening? Een van de belangrijkste dingen die je moet doen op het moment dat je op social media wil laten lijken alsof je knap bent, is gewoon klap kijken. Ik zei klap, ik bedoelde knap. Oh shit, Sherlock. Je moet gewoon kijken alsof je knap of zwoel of sexy bent, weet je wel? Want dat is het grote verschil. Op het moment dat ik zo kijk, dan denkt iedereen, yo. Maar als ik zo kijk, ik zeg het jullie, glijden allemaal van je stoel af. Dat is eigenlijk gewoon de rule number one van het zijn van knap op social media. Kijk gewoon zwoel. Maar gewoon altijd kijken alsof je model bent. Kijk gewoon weg, kijk in de vet, kijk in de lens. Denk gewoon aan armoede. Beetje armoede, beetje heftige dingen in de wereld. Oh ja, oh, er gaan allemaal mensen. Oh, dus, oh ja. Op die manier heb je gewoon die zwoele bek. Maar we dwalen een beetje af. Vergeet het niet in je oortjes te knopen. Kijk zwoel. Altijd, overal, altijd zwoel. Kijk altijd! What's happening? Oké, de volgende tip om te laten lijken alsof je lekker bent, terwijl je het echt gewoon echt pokken lelijk bent. Wow, pokken. Pokken lelijk. Door gewoon altijd overbelichte foto's te maken. Ik zal het je even voordoen. Kijk, donkere foto's. Dan zie je zo van, oh ja, hier heb ik zo'n soort van, en hier een beetje van scheren zo. Gewoon zo een beetje mormel, oké? Okay? Wow, wat heb ik een hele gale huid. Oh, wat heb ik een mooie egale huid. Dat is gewoon de truc. Zorg gewoon voor dat je echt tering overbelicht bent. Dat je gewoon geen oneffenheden op je huid ziet. Dit is toch prachtig? Ik ben toch een supermodel nu? Ik ben toch in mijn fucking supermodel, of niet? How about now? You crazy Dutch bastard. Regel nummer 2 van het laten lijken alsof je lekker bent terwijl je eigenlijk pokken lelijk bent. Overbelicht je camera. Werkt altijd, altijd. What's happening? Oké, okay, deze tip gaat even verder dan een instellingje op je telefoon. Even een blikje, weet je wel. Het gaat over je fashion. Kijk, wat belangrijk is om te laten lijken alsof je lekker bent, is dat je gewoon gekke fancy kleding draagt. Je moet niet standaard kleding dragen. Nou is dit vrij standaard, dat weet ik ook wel. Je moet bijvoorbeeld echt zo'n beetje zo'n hip, gek oversized shirt aandoen. Doe je een soort van debiel roze vest bij aan. Roze, eigenlijk voor baby's en voor meisjes, maar ik geef geen fuck. Want ik heb fashion. En fashion laat zich niet stoppen door regeltjes van de straat. We've got a badass over here. En dan doe je, zeg maar, doe je een beetje zo. Kijk, en dan doe je ook nog zo'n debiele pet op, zo dit. En dan ben je, kijk. Hoe fucking geil ben ik op dit moment? Petje op, kruisje op. Hey man, bro. Je kan niet haten, man. Noem me Justin Bieber's broertje. Noem me Justin Bieber's twin bro. Wat ik wou zeggen, op het moment dat je eruit wil zien als iemand die zich bewust is van mode, moet je gewoon weirde shit dragen. Kleding dragen waarvan de meeste mensen zeggen, hey, dat draag ik niet. Maar jij doet het wel en dat is vast hip. Dus jij hebt fashion, dus jij bent knap. Snap je? Het is zo de rekensom. Dat is wiskunde. Zeg dat maar tegen je leraar. Denk daar maar eens over na. Inderdaad. What's happening? Als we het nou toch over fashion hebben, wat ook belangrijk is, en ik heb bewijs voor deze tip. Dit is niet zo even uit de duim gezogen. Wie heeft er überhaupt ooit iets uit de duim gezogen? Het zou fucking weird zijn. Kijk of ik nog wat lekkers aan mijn duim kan zuigen. Wacht even. Wat?
Wow, ik heb gewoon een aansteker uit mijn duim gezogen. Wow. Surprise, motherfucker. Kijk even naar deze foto, oké? Okay? Jacob Sartorius. Jacob Sartorius is een echt gewoon lelijk mannetje. Echt een lelijk jochtje, vind ik. Maar op social media lijkt hij gewoon echt wel staartgeil. Maar op sociale media ziet hij er redelijk representatief uit. Laten we het zo noemen. De kunst is om je gewoon je mouwen zo ver op te stropen. Maar echt debiel ver. Zodat iedereen denkt, hey, tering vreemd. Het lijkt alsof hij een hemd aan heeft, maar het is een shirt. Hij is vast stijlvol. Dus knap. Dus lekker. Als je op deze video hebt geklikt om daadwerkelijk erachter te komen hoe je knap wordt. Ik hoop dat ik je een beetje kan helpen. Maar ik acht de kans klein. Ik zit echt uit als een debiel. Want ik ben zeg maar, ik ben blank. Ik ben gewoon nog steeds lelijk. Ik wil gewoon eens een keer lijken op Cameron Dallas. Maar ik lijk gewoon op een boer uit Groningen. Godverdomme. What's happening? Deze tip werkt trouwens ook voor vrouwen. En ik zal hem even voordoen. We weten allemaal, op het moment dat je Baywatch kijkt, Magic Mike of zo, dan zijn al die mannen zijn bezweet. Weet je wel, dan hebben ze allemaal gewoon zo'n lekker laagje zweet op hun hoofd. Zo van, oh, ik heb hard gewerkt. Je moet zweten. Je kan echt gaan zweten, maar goed, dan moet je sporten en zo moet je rennen. Dan zeg je kut. Dus ik heb een goede truc. Ik kan dit doen. Zo. Hard getraind, man. Ik heb hard gelopen, man. Kijk, en weet je wat de truc is? Mijn kapsel zit gewoon nog netjes, weet je. Ik heb gewoon nog een redelijk prima kapseltje. Maar ik heb wel net 20 kilometer hard gelopen. Dus als je nu een foto maakt, zeg maar. Dit is fantastisch. Ik heb net een foto gemaakt waaruit blijkt dat ik net gewoon heb gesport. Ik heb net hard gesport. Maar ongeacht mijn sport, ongeacht mijn zweet, zie ik er alsnog gewoon soepeltjes uit. Het is een beetje alsof je jezelf plaatst tussen allemaal apen. Dan ben je sowieso knap. Dat is een beetje wat je nu doet. Je omringt jezelf met dingen waaruit blijkt dat je lelijk zou moeten zijn. Maar als je dan naar het hoofdje kijkt, denk je, nou oké, okay, nou omstandigheden nog best een knappe kop. Hé, hey, lekker. What's happening? Deze heet, prop een zonnebril op je hoofd. Zo, mocht je nou zeg maar echt tering lelijke ogen hebben, maar echt fucking lelijke ogen. Kun je gewoon een bril op je hoofd zetten en dan lijkt je knap. Het is een beetje alsof je brak bent. Alsof je brak bent, maar je moet wel nog door. Als je echt 2 uur hebt geslapen en echt tering veel hebt gezopen de avond van tevoren. En je helemaal naar de kloten bent, echt zo. Je kan je bril ook afwisselen, weet je. Kijk, ik ben maar gewoon meteen knapper. Yo, wat heeft hij scheve ogen? Nee hoor. Zonnebrillen, top. What's happening? Met het dragen van een bril bedek je een soort van een bepaald gedeelte van je gezicht. Alleen, je kan er ook voor kiezen om gewoon dingen te dragen waardoor letterlijk je hele gezicht wegvalt. En dan ben je sowieso verzekerd van iets waarvan mensen denken, oké, jij bent echt lekker. Want ze zien je gezicht überhaupt niet, oké? Okay? Je bedekt gewoon hoe fucking lelijk je bent. Kijk, en dat doe je dus als volgt. Je zet gewoon een pet op je hoofd. Kijk hier. Dit gedeelte van je hoofd is gewoon al helemaal bedekt. Mensen kunnen je nou alleen beoordelen op je neus en op je mond. Mocht je nou echt een debiele neus of mond hebben waarop mensen je nog steeds lelijk kunnen vinden, dan gaan we nog een stapje verder. Dit kan je gewoon om je bek binden. Dit kan je gewoon letterlijk om je hele hoofd binden. Alsof je een masker op hebt. Zodat je even laat zien. Kijk, ik ben sowieso knap nu. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is een soort van fancy trui dragen en je bent klaar. Kijk eens even, joh. Zorg er trouwens wel voor ook dat als je een pet draagt, dat het dan een beetje zo'n gekke pet is. Waarop mensen denken, het is wel vreemd, maar vast knap en fashionable. Dus hij is vast lekker. Dat is de hele tactiek. Bedek je hoofd, zodat niemand kan beoordelen of je lelijk bent of niet. Waardoor mensen er automatisch van uitgaan dat je lekker bent. Simpel. What's happening? Mocht je nou geen geld hebben voor een pet of een zonnebril of een bandana, dan moet je het maar met je eigen hoofd doen. En dan heb ik alsnog een tip. Jazeker, ik heb nog steeds tips, jong. Dit is iets wat mensen doen, maar dan er niet voor durven uit te komen. Maar ik zal gewoon heel eerlijk met je zijn. Forceer je kaak. Zo. Serieus, ik doe het. Ik heb namelijk echt een bolhoofd. Maar ik heb echt een teringbolhoofd. Daarom forceer ik mijn kaak. Dan lijkt het alsof je hoekige kaak hebt. Kijk, probeer het verschil even te zien tussen deze foto en deze foto. Besef het verschil. Aan deze kant ben ik dat kind waarvan ouders stiekem denken, oké, moeten we hem niet toch ter adoptie opgeven? En aan deze kant ben ik dat kind waarvan mensen denken, hé, waarom is hij geen model? Forceer die kaaklijn, ga ervoor. Wees niet bang. Let's go, man. Geen stress, man. Geen stress. What's happening? Nog een tip. Kijk weg van de camera. Je moet niet in de camera. Je moet wegkijken van de camera. Alsof het je geen fuck boeit. Kijk, in de afgelopen 30 seconden kijk ik jullie al gewoon niet aan. En weet je hoeveel aantrekkelijker ik ben geworden? You serious? Mensen die hard to get spelen, zijn gewoon automatisch aantrekkelijk. Als je niet in de camera kijkt, dan geeft de kijker het gevoel alsof je hard to get speelt. Dus dan denken ze, oh, hij ziet me niet staan. Hij zal vast wel lekker zijn. What's happening? Nog een tip, en deze is heel makkelijk. Maak letterlijk 500 foto's. Kijk, ik ben weer overbelicht. Ik ben weer echt extreem knap nu. Gewoon niet 1 of 2, maar gewoon 500. Zodat je zeker weet dat er 1 tussen zit waarvan je denkt, oké, ja, die is wel lekker. What's happening? Nog een kleine tip. Maak je foto's gewoon altijd zwart-wit. Zie je het verschil? Kijk, als ik zwart-wit heb, zie ik er zo uit. En als ik nu kleur aanzet, dan zie ik er zo uit. What's happening? Maar ook al
altijd goed werkt, is om op Instagram een foto van jezelf te plaatsen waarin je gewoon, weet je, al die tips die ik net heb gezegd opvolgt. En daarnaast de meest verschrikkelijke babyfoto ooit te zetten. Gewoon toen je klein was en nu. Zodat mensen kunnen zien, oh ja, die is wel goed opgedroogd hoor. Hey. Dat werkt gewoon. Gewoon lelijk versus mooi, vroeger versus nu. Mensen kunnen niet haat. Echt, oh, geweldig. What's happening? Mocht je nou na al deze tips nog steeds bij jezelf denken, doe alles wat je zegt en nog steeds gooien mensen moddernamen omdat ik lelijk ben. Als je het zover laat komen, heeft ome Kelvin nog maar één tip voor je. Dit is het geheime wapen. Normaal gesproken doet niemand dit, maar als je echt een einde raad bent, dan is dit wat je wil. Plak het hoofd van een knap persoon op je eigen hoofd. Werkt altijd. Oh my god, Kelvin, oh jeetje. Ben jij een model of niet? Oh. What's happening? Ik hoop dat al deze tips hebben geholpen. Ik hoop dat ik degene ben geweest in je leven waarvan je denkt, oké, Kelvin is eindelijk eens een keer iemand die me helpt. Hopelijk kunnen jullie vanaf nu door het leven als lekkere, knappe mokkels. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Mensen, ja!